Challenge Day. In Amerika al 25 jaar een dikke hit. Een prijzenwinnend concept dat het gedrag van leerlingen op middelbare scholen verandert door ze te laten inzien dat we meer hetzelfde zijn dan dat we verschillen. Het was zo heftig voor me. Toen mijn vader dus doodging, besefte mijn moeder dat het niet meer veilig was voor ons daar. Als hij bij ons over de vloer komt, kijk hem niet aan. Ik doe alsof het licht is. Challenge Day doorbreekt alle denkbare barrières door leerlingen met elkaar te laten verbinden. Centrale vraag, wat weten we eigenlijk van elkaar? Ik mag een groot deel van mijn familie niet meer spreken. Omdat mijn overgrootoma een wietplantage had in de kamer. Dat ik gewoon... Dat ik me een beetje anders voel, zeg maar. Eindelijk is er een oplossing voor pestgedrag en onbegrip onder middelbare schoolleerlingen. Ik vind het onwijs kinderachtig hoe wij soms tegen je doen. Dus het gaat niet meer gebeuren. Ook dit seizoen gunnen we leerlingen een dag van inzicht, herkenning en onderling begrip. We gaan de uitdaging aan met 6 scholen verspreid door het hele land. Van VMBO tot gymnasium. Vandaag gaat het OSG West-Friesland uit Hoorn over de streep. Welcome to Challenge Day. Dit is het OSG West-Friesland, een school voor MAVO, HAVO en VWO in Hoorn. En wij zijn hier uitgenodigd door de VWO-klasse. En dat bracht bij de MAVO-klasse nogal wat teweeg, want in de levens van die VWO'ers zou niet zoveel gebeuren. Dat is natuurlijk een vooroordeel. En als het al zo is, dan zou het kunnen komen doordat die VWO'ers heel veel voor zichzelf houden. Of dat zo is, gaan we uitvinden. We gaan over de streep. Dat er oneenigheid is over wie de Challenge Day het meest verdient, is meteen wel duidelijk. Denken jullie allemaal dat, je dan, dat mensen op de MAVO meer dingen meemaken dan andere mensen? Ja, dat denk ik wel. Ja, de MAVO zijn er ook twee kinderen. Maar waarom denken jullie dat? Ja, waarom de MAVO niet? Nou, omdat je meer over MAVO hoort dan over VWO of probleemkinderen. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat iedereen wel eens iets meemaakt? Ja, ook. Nee, dat is ook op VWO. Ja, ook op het gymnasium. Maar ik denk wel minder. Hoorden jullie dat? Ja, dat we ook geen problemen hebben. Zij zijn echt nergens op slaan. Nee, maar het gaat toch niet om problemen? Nee, inderdaad. Nee. Zij zijn gewoon jaloers. Ja. Maar hoe komt het dat mensen denken dat ze op de MAVO meer meemaken dan op VWO? Ja, omdat ze denken dat de VWO'ers allemaal heel makkelijk afgaan en zo. Omdat we toevallig iets hoger niveau doen. Maar ze weten helemaal niet wat er misschien nog achter zit. Maar hoe komt het? Hoe komt het dat mensen dat denken, dat het op VWO allemaal zo makkelijk is? Zijn ze er meer open over en VWO'ers die houden zich voor zichzelf. Maar denken jullie dan ook allemaal echt dat over de streep alleen maar over problemen gaat? Nee. Op school ontmoet ik Isabel. Zij heeft haar klas opgegeven voor over de streep, omdat ze vindt dat mensen meer met elkaar moeten praten. Volgens Isabel weten haar klasgenoten niet erg veel van haar. Wat ze wil worden bijvoorbeeld. Een goede zakenvrouw. Ja, maar je weet niet in wat nog. Nee, geen idee. Gewoon die het niet moeilijk heeft met geld of zo. En waarom vind je dat zo belangrijk? Gewoon niet hoeven denken over... Oh, deze maand moet ik nog zoveel voor de huur betalen. En dat kan eigenlijk niet. Hoe ga ik dat doen en zo? Maar waarom is iemand van jouw leeftijd daar al mee bezig? Mijn moeder zit daar heel vaak mee. Dus, ja. Vind je dat moeilijk om te zien? Ik ben het gewend. Wat zie je dan? Gewoon van... Ja. Ik weet niet. Ik zie gewoon mijn moeder die heel erg haar best doet. Maar soms lukt het niet. De stiefvader van Isabel woont sinds kort niet meer bij het gezin. Isabel heeft geen warme herinnering aan hem. Hij heeft ons alles laten doen. Ja. Sorry hoor. U maakt niet uit. Huilen is normaal, hè? Maar als je zegt, hij heeft ons alles laten doen, wat bedoel je dan?
een beetje rondcommanderen van, ja, was af, laat de hond uit, spring niet zo tegen je moeder. Terwijl die zelf ook zo tegen mijn moeder sprak. Dan denk ik echt zo van, en als ik dan iets terug zei, wat ik best wel vaak deed, dan is het meteen zo van, ja, en durf je zo tegen me te praten? Ga nu naar boven, anders breng ik je naar boven. Maar ik ben heel eigenwijs, dus dan zeg ik gewoon van, ja, ik ga niet naar boven. Ja, dan, Dan? Dan wordt het een gevecht. Ja? Ja. Hij heeft me ook heel vaak, hij zat in de gevangenis. Toen heeft hij me brieven geschreven. Echt 3 of zo. Van die hele lange, echt van 4 blaadjes. En toen heb ik er eentje gelezen en toen dacht ik echt van, oh, hoe durf je dit te doen? Wat stond er dan? Bood hij zijn excuses aan? Ja, ja. Ja, dan denk ik echt zo van, dus nu moet alles goed zijn. Jij geeft me een brief en dan moet ik je vergeven. Nou, dat ga ik echt niet doen. En ja, die andere 2 heb ik ook niet gelezen. En ik heb hem, als hij bij ons over de vloer komt, kijk hem niet aan. Ik doe alsof het licht is. Ja, en dan is het helemaal moeilijk om je moeder zo te zien rekenen. En ja, inderdaad. Daar denk ik dan ook aan. Van, ja. Het komt door hem. Maar je hebt er nog steeds niet je leven uit verbannen. Dan heb ik hem gewoon, doe het, net zoals ik. Dan is hij gewoon weg. En ik heb ook zo van, ja, je hebt wel 2 kinderen van hem. Dat begrijp ik ook. Want je wilt natuurlijk niet iemand recht afnemen om kinderen je kinderen te zien. Nee. Dus. Nee, tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel gezien hoe hij jou kwetst. Dan zou je denken, dan wil je andere kinderen daarvoor beschermen. Ja, ik denk dat dat voor mij ook zo is van, gewoon weg. Gewoon weg. Op een koude winterdag is het dan zover. Isabels droom gaat in vervulling. Zij en haar klasgenoten krijgen een Challenge Day. Pam en John, Amerikaanse Challenge Day leaders van het eerste uur, maken zich op voor de knappe koppen uit Hoorn. Als je zo in de bus hier naartoe komt, wat is dan een beetje het gevoel? Oh my god, we gaan over de streep. Sharon, vriendin van ons, die zei ze van, kom, gaan het over de streep liedje luisteren. Dus ik ga natuurlijk die brug, iedereen mee zingen. Hoewel de leerlingen het spannend vinden, gaan we toch beginnen. Eens kijken of de Atheneum- en Gymnasiumleerlingen echt zo gereserveerd zijn als mensen vaak denken. So welcome to Challenge Day. First things first. John and ik? Ja. John en ik, they proberen om Nederlands te leren. Maar het is niet makkelijk. Deze hele dag is in Engels. Mm-hmm. Lean forward, everybody just lean forward, get ready. And then tap the person on either side of you and say, get ready, get ready, get ready. And then yell to somebody on the other side and say, here we go. Here we go. Because what we're going to do. I'm so excited. Behind it's better to move. Deborah heeft het enorm naar haar zin en geniet met volle teugen van alle spelletjes en gekkigheid. En daar ben ik blij om, want toen ik haar op school sprak, leek het wel of ik met een volwassene aan het praten was. Ik neem de verantwoordelijkheid voor het leren, voor mijn studie. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe. En dat maakt me ook een stukje groter, zeg maar. Dus, ja. Maar heb je dan niet het gevoel dat je een bepaald soort druk op jezelf zet? Ja, dat, maar ik vind dat wel een soort van lekkere kick, zeg maar. Maar net als ik een 2 haal voor wiskunde, dan moet ik daarna 3 achter. Omdat ik dan zo in de put zit, dat ik weer de motivatie heb om er bovenop te komen, zeg maar. Dus ik vind dat wel een fijne druk. Vind je het leuk eigenlijk, school? Op school of het leren?
Laten we met het leren beginnen. Nou, leren is niet echt... Ik vind het niet, is niet leuk. Maar het is net als tandenpoetsen. Je vindt het niet leuk, maar je moet het gewoon doen. En op school? Ja, vind ik echt heel leuk. Ik vind het leuk om naar school te gaan. Het is gewoon leuke vrienden, leuke docenten, gewoon goede sfeer. Ja. En is dat altijd zo geweest? Nee. Op de middelbare school wel altijd, maar niet op de basisschool. Nee? Nee, ik ben best wel gepest eigenlijk vanaf groep 6. Omdat ik op de basisschool best wel dikker was, zeg maar. De verantwoordelijkheid die Deborah voelt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ja, mijn moeder heeft toen een ijsceldonatie gedaan. En toen is ze heel ziek geworden, want er kwam een infectie vrij. En toen heeft ze een half jaar of misschien wel een jaar op bed gelegen of zo. En dat ze kon niet voor ons zorgen. En mijn vader die startte net een bedrijf op, een eigen bedrijf. Dus hij kon ook niet voor ons zorgen. En ik weet niet, toen moest ik een beetje de verantwoordelijkheid voor mijn broertje en zusje nemen. En als je dan gepest wordt op school, dan dat gaat gewoon niet lekker. Thijs dan was een soort van moeder voor mijn broertje en zusje. Voelde jij ook verantwoordelijk voordat je moeder ziek was? Ik was voor Tom en Danielle aan het zorgen. Ik was op school mezelf aan het zoeken, zeg maar, van hoe kom ik voor mezelf op en zo. En dan moest ik ook nog, ik weet niet, toen gingen mijn ouders ook niet lekker. En toen dacht ik wel, dit komt door mij, want ik heb niks gedaan. Ik heb niet voor mijn ouders gezorgd, om zo erg te zeggen. Praat je altijd al zo snel? Ja, dat is een tik van mij. Dat heel veel docenten zeggen dat ook. Omdat ik op de basisschool werd ik heel vaak onderbroken door mensen. Ja, stil. En toen dacht ik, als ik snel praat, dan kunnen ze me niet onderbreken. En toen ging ik heel snel praten. En toen onderbraken ze me niet meer. Want je vertelt dan over iets, toch wel een intensieve periode. Hè? Maar omdat je dat dan zo snel vertelt, lijkt het bijna alsof je een grap maakt, weet je wel, soms. Ja, nou, maar dat... Ik probeer ook niet echt zielig over te komen. Heel veel mensen die denken als ik dit vertel, oh wat zielig. En dan, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon het lachende meisje zijn die wel eens grapjes maakt of zo, weet je wel. Gewoon zoiets. Maar ik kan me voorstellen dat je met name die periode wel eens gewoon verdrietig bent dan. Hoe ben je dan? Als ik verdrietig ben, dan sluit ik me een beetje af. Ik wil niet dat mensen mijn zwakke plekken zien. Dat vind ik niet fijn. Waarom niet? Dan ben ik bang dat ze me pijn doen. Dat is op de basisschool gebeurd en ik ben bang dat het weer gaat gebeuren en dat wil ik niet. Op Challenge Day vertelt Pam hoe het voor haar was om zich buitengesloten te voelen. En daarmee wordt de blije sfeer van eerder deze dag ingeruild voor absolute concentratie. So instead of including me or introducing themselves to me, I was somebody new to tease or pick on, push, hurt. And nobody really knew what that was like for me. I didn't talk to anybody about that. Nadat Pam en John iets over zichzelf hebben verteld, komen de kinderen in kleine groepjes bijeen om zodoende om de beurt de volgende zin af te maken. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat... Ik kan heel arrogant overkomen. En misschien heel zelfverzekerd en uit de hoogte en zo. Maar dat is dan meestal gewoon, ja. Als je het dan niet echt laat zien, bijvoorbeeld. Dan had je geweten dat mijn vader 6 jaar geleden overleed. Op school sprak ik eerder met Mirjam. Achter haar enthousiaste voorkomen schuilt veel persoonlijk leed. Ze is met haar moeder en broer noodgedwongen vertrokken uit het door oorlog verscheurde Irak. Want hoe lang ben je daar eigenlijk al weg? Ik ben nu 6 jaar hier in Nederland, dus 6 jaar. 6 jaar nog maar? Ja. Je zit op het gymnasium en je spreekt op deze manier Nederlands. Ja. Wauw. Ja, dankjewel, ja. Weet je er nog veel van dat jullie daar weggingen? Ja, ik weet het. Ik was natuurlijk 9 jaar toen ik daar wegging. En het was natuurlijk heel heftig voor me om daar ineens mijn land te verlaten. Mijn school, mijn vriendinnen, alles. Het huis. Het was gewoon heel erg moeilijk voor me. Maar ik heb nu natuurlijk dit bereikt en daar ben ik heel blij mee. Maar eerst nog even over daar, hè? Want als je 9 bent, heb je inderdaad al je vriendinnen. Zit je al op een school? Ja. Heb je al echt een leventje ben je aan het opbouwen, als kind in ieder geval? Ja. Kun je daar nog veel van herinneren, wat je dan achter moest laten? Mijn herinneringen, alles. Het was zo heftig voor me. Toen mijn vader dus doodging, besefte mijn moeder dat het niet meer veilig was voor ons daar. En hij ging... dood aan een ontploffing, dus het was heel heftig. En ik had het... Op zo'n jonge leeftijd is het natuurlijk heel lastig om te beseffen dat het daarna... dat hij echt niet meer terugkomt. Nee. Dus... Want dacht je dat eerst als kind? Dus ja, ik dacht eerst, ja, hij is nu even weg. Ik hoorde het niet meteen, mijn moeder vertelde het ook niet meteen... dat hij meteen doodging. En
ze wist het natuurlijk. Ik zag wel aan mijn moeders gezicht dat ze heel veel verdriet had. En dat er echt grote ongeluk is gebeurd en dat er iets speelde. En daarna echt kwam het tot me door dat hij echt niet meer terug zou gaan. Dat hij nu echt voorlopig voor altijd weg zou zijn. En toen heeft je moeder gezegd, we gaan er nu vandoor. Ja, zo was het gegaan. Ja, dat is het lot. Zo zijn we weggegaan. Want ze besefte echt dat het nu niet meer voor ons, voor haar, echt niet veilig was in Irak. Nee. Ja. Praat je moeder veel over je vader ook? Ja, dat is best wel goed. Ja? Ja? Wat zegt ze dan? Ze zegt dat het leven oneerlijk is soms, ja. Dan ben je dus als negenjarig meisje, kom je in zo'n wit land. Met een gekke taal en hele andere mensen. Ja. Werd je meteen op een school gezet of hoe ging dat allemaal? Ja, ik moest eerst natuurlijk taal leren. Dat wilde ik ook heel graag, want anders kan je je emoties niet uitdrukken. Kan je helemaal niet zonder taal. Dus eerst zat ik met ook heel veel buitenlanders in de school. Een speciale school waar je echt de taal kon leren. En na 6 maanden ging ik naar een Nederlandse basisschool. Omdat ze vonden dat mijn broer en ik al best wel goed praten voor die tijd. En dat was, toen ging ik eigenlijk best wel snel met de taal. Toen hadden we het wel een beetje door. Zo joh, hoe snel hè? Ja, van de meeste buitenlanders is er maar een heel klein, dat vind ik zo jammer zelf. Dat er maar een heel klein deel ook iets echt wil bereiken. En dat vind ik zelf zo jammer. Als je hier in zo'n mooi land bent en zoveel kansen hebt, dan moet je die ook grijpen, vind ik. En dat sommige mensen bepaalde vooroordelen hebben erover. Komt er ook, denk ik, van dat er zoveel voorbeelden zijn die je op kan noemen. Dat van buitenlanders helemaal niets doen en alleen maar een uitkering hebben en dit soort dingen. En dat vind ik zo jammer, echt heel erg. Ja. Het was 6 jaar geleden. Ik woonde nog in Irak samen met mijn moeder en broer en mijn vader. En hij overleed aan de oorlog. En we zijn kort daarna met mijn moeder hier naartoe gekomen. En het was een hele heftige tijd voor mij. En voor mijn broer en voor mijn moeder. Voor iedereen eigenlijk. En ik mis hem heel erg. Ik heb nooit echt heel erg goed contact met mijn vader gehad. Gewoon omdat hij vaak zijn werk plaatste die voor mijn zusje en mij. En dat was best wel moeilijk altijd, omdat je altijd het gevoel hebt dat je op de tweede plek komt. Ongeveer ik was 5 toen ze uit elkaar gingen. Ja, het is heel stom, maar ik herinner echt gewoon alles. En daarna zijn we echt heel vaak verhuisd door heel Nederland. En toen heeft mijn moeder een nieuwe vriend ontmoet. Daar zijn de laatste 2 van. En dat was niet zo'n aardige man. Laat ik het daarbij houden. Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat ik me niet echt lekker in mijn... niet echt lekker in mijn lichaam voel eigenlijk. Dat ik gewoon... dat ik me een beetje anders voel, zeg maar. Een beetje... een soort van buitenstaander soms en... dikker of zo. Als je me echt zou kennen, dan weet je dat mijn idool, mijn opa vroeger, die is overleden zonder dat ik ooit de kans heb kunnen hebben om überhaupt te zeggen dat ik van hem hield. Ik mag een groot deel van mijn familie niet meer spreken, omdat mijn overgrootoma een wietplantage had in de kamer en betrokken was met misdaad en dat soort dingen. Ik zit nu bij de psycholoog. Ben daar ingegaan voor suicidaliteit, drugsmisbruik, depressiviteit. En ik heb altijd de act gehouden dat er niets aan de hand was. Na deze openhartige bekentenissen weet Pam wel iets waardoor de leerlingen zich snel kunnen ontspannen. Deep breath in. And I mean scream!
In de pauze zoek ik Deborah op om te vragen wat ze tot nu toe van de dag vindt. Ik zat in een groepje van echt bijna niemand kende, zeg maar. En toen vertelde ik dat en toen schoot ik in tranen. En toen, ik weet niet, ze accepteerden me en sloegen een arm om me heen. En dat was echt geweldig. Ik vond het echt zo fijn. Ja. Maar ik had het totaal niet verwacht. Nee? En wat dan niet? Wat hier nu gebeurde, dat ik zoveel mensen zie die emotioneel zijn en die aan het huilen zijn. En ik denk, ik ben niet de enige. Voel je het een goed gevoel? Ja, het troost je. Je denkt dat je er niet alleen voor staat. En ik had altijd al gedacht dat ik als enige was met zo'n heftig verhaal. Mm-hmm. En ik probeerde dat gevoel ook te onderdrukken. Dat ik er niet zo vaak over praatte. En nu zie ik heel veel mensen waarvan ik dacht, dit gaat allemaal goed met hen. Na de pauze is het tijd voor het onderdeel waarnaar de hele dag is opgebouwd. De leerlingen uit Hoorn gaan over de streep. Now, this activity that John has just set us up for, you know it. We refer to it as cross the line. It gives us a chance to know more about each other. Gives us a chance to know what things we might have in common, what things we might not know. We can learn about other people without having to talk about it. But it can also be a vulnerable thing to do. So I'm going to ask you, no whispering, talking, laughing. As a matter of fact, I see a few of you doing it. Use that I love you sign as a way of saying we see you, we respect you. And reach out to each other. Put your arm around each other. All right. Everybody go ahead and take a deep breath. Please cross the line if you have ever been told that you are a bad kid. So notice who crossed on this category. Adults crossed, young people crossed. This is a lie we've been told for years. Thank you. Please cross back. Please cross the line. If you or your immediate family were born in another country, if Dutch is not your first language, or if your family came to this country escaping persecution. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they do. If you crossed on this category, have you ever talked to anybody about how this feels to you? And I wanna kiss you, make you feel alright. Thank you. Please cross back. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love. And please cross the line. If you, a family member or friend, has had a life-threatening illness or disease, maybe diabetes, cancer, heart disease, being HIV positive, any life-threatening illness. On another load, all my tears be used all. On another load, all my tears be used all. I just want to acknowledge that I noticed there are some tears in people's eyes. People are taking the risk to heal in here. Tears are not a sign of weakness, and I thank you for trusting us like that. Thank you. Please cross back. Please cross the line. If you have ever been stereotyped or labeled as a nerd, a teacher's pet, or a goody-goody, or if you've been put down for doing well. How many more ways can we think of to put each other down, to hurt each other? And what do you think happens when so many of us are being put down for being smart or doing well? Thank you. Please, come on back.
please cross the line. If while at school you have ever felt alone or afraid. Keep your head up, keep your heart strong. No, keep your mind safe, keep your head long, my darling. Keep your head up, keep your heart strong. No, 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 keep your mind sad in your way. How is it that so many of us can be standing right next to each other feeling alone? Most of us have friends. But when are we supposed to take the time to connect? Keep your head up, keep your heart strong. No, keep your mind safe, keep your head long, my darling. Keep your head up, keep your heart strong. No, 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 keep your mind sad in your way. Thank you. Please cross back. Please cross the line if, on a regular basis, you've ever been yelled at, screamed at, ridiculed, or put down by someone. If you crossed on this category, I'm guessing you're dealing with a really full balloon. But are you willing to be the one who breaks the cycle? To not pass hurt on to someone the way it was passed on to you. Thank you. Please, come on back. Please cross the line. If you or someone close to you has ever seriously considered, attempted, or committed suicide. If you crossed for someone you love, maybe you're still looking for the right words to say to them how much they matter. Some of us crossed in memory of somebody that we've lost. But if you crossed for yourself, suicide is not the answer. We would miss you if you were gone. Thank you. Please cross back. I want you to think about this next one before you decide to cross or not. Please cross the line if you have ever been a child. Go ahead, if you've ever been a child. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. That blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night, it'll all be right. So wrong, and I'm here to make it right for what it's worth, and I'm sorry. I'm sorry if you never felt the love, the love, the love that you deserve. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side.
Dan is het tijd voor een van de meest krachtige onderdelen van Challenge Day, de speak-out. Leerlingen mogen ten overstaan van hun hele klas vertellen wat ze op hun hart hebben. Ik wil eventjes dankjewel zeggen tegen iedereen die hier is, want ik voel me altijd best wel erg eerlijk. Dankjewel dat jullie hier voor me zijn. Ik ben altijd dat vrolijk typeje en spontaan, maar heel veel mensen wisten niet wat ik allemaal vroeger meegemaakt had. En nu wel, en daar ben ik trots op. Ik heb een prachtige dag met jullie gehad allemaal. En ik ken jullie stuk voor stuk allemaal 90% beter. En een van de mooiste dingen in het leven is liefde. En ik vind niet dat we dat moeten veroordelen. Dus Martijn, kom eens hier. Ik vind het supergoed van je dat je van school bent veranderd en je zo hebt neergezet. En ik vind het onwijs kinderachtig hoe wij soms tegen je doen. Dus het gaat niet meer gebeuren. Can we just ask you, what was it like to hear him say that in front of everybody? Thank you. When you're ready, I just want you to see that. Because that's for you, Mom. What's it like to look out and see all that? Thank you. I don't know what it's been like, but tomorrow and the day after, I know he's got your back. If you are gonna look out for my friend, check up on him, take care of him. Two hands. Nice. Een paar maanden later ben ik terug op het OSG West-Friesland, maar voordat ik de aflevering laat zien aan de anderen, ben ik eerst benieuwd hoe het met Martijn is. Martijn, wat zou ik van je weten als ik jou echt zou kennen? Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat ik 2 jaar lang gepest ben op een andere school. En ja, dat is gewoon heel vervelend geweest en daardoor ben ik eigenlijk naar deze school gegaan. Wat gebeurde er? Ja, buitensluiten, uitschelden. Eén moment, dat is eigenlijk de druppel geweest. Toen was echt van, ja, ik ga weg hier, ik wil hier niet meer heen. Ik kon nooit meer naar school. En dat was echt, ja, in de gymzaal. We waren aan het omkleden. En dat is altijd een beetje een vervelend moment natuurlijk. En in één keer begint iemand te schreeuwen dat ik naar iemand constant te kijken of zo. En dan begint ze om homo te schelden en zo. En ik denk, ja, wat is dit nou, weet je wel. En ik begin zo met de kont voor me te staan, om zijn beurt. En ja, eigenlijk alle jongens waren dat zo'n beetje. Dus toen heb ik eentje heb ik geslagen en toen heb ik weer omgekleed en ben ik op de fiets naar huis gegaan. Uit mijn ogen boeide het hun niet of ik er was of niet. Zo voelde ik me ook. Ik dacht, ik kan beter thuis blijven, ze merken toch niet dat ik weg ben. Is dat het vooral, dat je dan voelt alsof niemand je ziet? Ja. En als ze je zien is het negatief? Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, kijk. Ik sta misschien ook een beetje onzeker in mijn schoenen en dat zien hun. En ik denk dat ze hem daarom gepakt hebben. Valt me op dat mensen, als ik met mensen praat die ooit gepest zijn, dat ze het vaak bij zichzelf neerleggen. Ligt toch niet aan jou? Nee, dat is wel zo. Kijk, ik doe niks verkeerd. Oké, ik ben een beetje onzeker, maar dat is iedereen wel.
Nou kwam er op de dag in de studio, hè, de Challenge Day. Ja. Daar kwam er echt iets los bij jou dat ik dacht, wauw, wat was dat? En nou ja, het is eigenlijk gewoon alle emoties van die 2 jaar waar kwamen er in één keer allemaal uit. Het was echt gewoon, en dat iemand gewoon een keer echt sorry zegt voor wat ze hebben gedaan, dat ze het gewoon knap vinden voor me dat ik dat heb gedaan. Dat heeft nooit iemand echt gezegd. Ook, ik zag nu echt dat er echt mensen zijn die even goed aan me denken, weet je. Dat merk je dan niet als je gepest wordt. Dan denk je echt, niemand geeft om me. En dat zie je dan toch wel op zo'n moment. Hoe waren de reacties op school en de dagen daarna? Ja, ik val eigenlijk niet echt op. En nou in één keer iedereen zei hoi en zo, weet je wel. Terwijl normaal heb je dat nooit. Ook elke leraar die... Ook die ik niet eens ken, die wel op die dag waren, die groeten me even goed. Terwijl normaal heb je dat helemaal nooit eigenlijk. Je werd gezien? Ja. Ik was voor het eerst eigenlijk dat ik echt gezien werd, ja. Na mijn gesprek met Martijn laten we de uitzending aan alle leerlingen, ouders, stiefouders, docenten en professionals zien voordat het de zender opgaat. Hoe vond je het om het te zien? Geweldig, echt. Ik vind het echt heel mooi geworden, ja. Ja? Ik ben echt heel trots op wat het geworden is, ja. 80% van mij wisten ze allemaal niet wat ik daar heb verteld. Dus dat vind ik echt zo raar en vreemd om te horen. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik nu met bijna heel Nederland heb gedeeld. Ja, daar ben ik echt onwijs trots op. Hoe vond je het om het te zien? Ja, ik vond het echt indrukwekkend. Ja? Echt, yeah. Vond je het moeilijk ook om te zien? Want het is een heel kwetsbaar moment. Ja, dat moment wel, ja. Ja, hè? Maar toch ben ik wel echt heel blij dat het gebeurd is. Ja? Daarom. En hoe was het voor jou? Want Martijn stortte zich echt min of meer in jouw armen. Je was echt aan het troosten. Ik had ook niet verwacht dat het zo uit zou barsten. Maar ik vond het wel vet van, toch goed gedaan. Ja, je realiseert je ook niet, denk ik, dat op het moment dat je zoiets zegt, dat zoveel impact heeft. Nee, totaal niet. Merk je nu aan bepaalde leerlingen al dat ze een beetje zijn opgebloeid of dat ze het er nog over hebben? Of... De leerlingen hebben het op zich nog wel veel over, sommige leraren ook. Die dan zeggen, jongens, ik heb vandaag nog geen knuffels gehad en dan komt de hele klas meteen een knuffel geven. En het geeft wel handvatten als leerlingen uiteindelijk bij mij komen, om wat voor reden dan ook, om te zeggen van jongens, maar we hebben dit samen meegemaakt. Dus wat waren daar ook alweer de basiswaarden en kunnen we die dan nu gebruiken om op deze situatie in te zetten? En dat is wel heel mooi, omdat je veel meer een gemeenschappelijk kader hebt van waaruit je spreekt met de leerlingen. En dat ze niet denken, ja, weer als volwassenen, maar gewoon veel meer van, ja, we hebben dit samen meegemaakt en ik snap waar je het over hebt. En dat is wel heel erg mooi. Toen dat stukje dat ik aan het vertellen was, dacht ik wel eventjes, ja, ik praat nu wel over mijn moeder. Wat zei je ervan? Dus... Heb je de kans al gehad om dat te vragen? En? Ja. En het was wel heftig, maar het is goed gekomen. Ja? Hoe vond u het? Ik vond het heel mooi om te zien dat Isabel, maar niet alleen Isabel, maar ook de anderen hun verhaal konden doen, hebben gedaan. En als ouder heel confronterend. Ja, ja. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Om je kind dan zo kwetsbaar te zien, dat zie je ook thuis, maar ook tussen anderen dan. Dat geeft gewoon een, vooral die verbondenheid die ze dan ook met anderen heeft. Dat geeft gewoon een heel goed gevoel dat ze dat niet alleen als ouders je kunt daar steunen, maar ook gewoon dat je... Ja, dat is ook vriendinnen heeft in de klas. Ja. Voor de moeder lijkt het me ook moeilijk om dan te zien bij die laatste vraag of je echt kind hebt kunnen zijn dat ze daar staan. Ja, ik huilde toen ik het zag. Echt waar. Ja, maar het is niet alleen voor mijn dochter ook. Het was heftig ook voor de andere kinderen. En ik vind het wel een heel mooi programma. Het is een cadeau voor de maatschappij. Mooi. Ja. Ja, dat is het. Mooi. Nederland moet er trots op die kinderen, zeg maar. En de docenten, heb je daar ook gemerkt? Want die stellen zich natuurlijk ook kwetsbaar op zo'n dag. Ja, ik denk dat die aan de ene kant heel blij zijn dat ze allemaal niet in de aflevering zitten. Nee, je stelt je kwetsbaar op. En dat is misschien ook wel dat je s'avonds in de bus zit dat je denkt, oké. Okay. Maar aan de andere kant, het laat wel zien dat we uiteindelijk allemaal mens zijn. En ik denk dat het voor leerlingen soms wel ingewikkeld is om te verzinnen dat wij mens zijn. Maar dat gaat ook andersom. Je moet ook proberen die leerlingen als mens te blijven zien. En niet als, dat is die klas en die is altijd vervelend. Want daar zitten ook de parels in. Het zijn in principe allemaal parels, maar het is aan ons om ze op te poetsen en ze ook te laten stralen. Glimmen. Oeh, wat mooi. Shine, starting with the man in the mirror. Oh yeah, that man.
make the